Ja, we gaan in vogelvlucht even de provincies langs, Merel. We beginnen eerst in Zeeland. Daar zijn ze natuurlijk bezig. Het Rijk wil dat er bij Borselen 2 kerncentrales komen. Ja. Denk je dat de provincie dat nog kan tegenhouden? In principe, zoals nu lijkt, niet. Alleen wat je wel kan doen en waar ze ook al mee bezig zijn, is dat ze in overleg zijn met het Rijk. En wat ze dan terugvragen, bijvoorbeeld in ruil voor die centrales. Hè, dat ze zeggen, ja, dan willen we wel dat geïnvesteerd wordt in de regio. Of dan willen we dit of dat. Dus in onderhandelingen en in overleg met het Rijk is de provincie daar wel een grote speler in. Ja, wat daar ook speelt, zijn de damherten. Ja, als er overlast is van damherten, mogen die worden afgeschoten, ja of nee? Dat was jaren geleden of nog niet zo heel lang geleden zelfs, in Flevoland ook natuurlijk. Daar heb je in de Oostvaardse daar plassen. Heb je juist wolven voor natuurlijk. Daar heb je wolven, dat een beetje elkaar in evenwicht houdt. Ja, nou, die zou je misschien dan kunnen verplaatsen. Van, ja, nee, ja, maar dat is een ding inderdaad. Je hebt ook nog de bruggen. Bijvoorbeeld in Zeeland is ook een hele belangrijke brug die over een jaar of 15 waarschijnlijk aan het eind van zijn Latijn is. Daar moet je nu al voor gaan sorteren als provincie. Dus daar is veel om te doen. Daar gaan ze dus ook over. Dus dat zijn dingen die in Zeeland zeker spelen. Ja, in jouw provincie gaat het vooral over de wolf. Ja, in Drenthe. Is er nog ruimte in Hoogeveen voor de wolf? In Hoogeveen, ja. In Hoogeveen zelf zijn ze nog niet gespot. En wel eromheen. Nou ja, dat is maar net aan wie het vraagt. Hè. En dat is waarom je dus kan kiezen voor die thema's. De ene partij vindt van wel. Die vindt dat ze erbij horen. De andere partij vindt juist van niet. En die vindt dat veel harder opgetreden moet worden tegen de wolf. En dat je ze eigenlijk gewoon moet kunnen verjagen. En dan is het komt natuurlijk vooral ook vanuit Brussel, hè, dat het een beschermde diersoort is. En dan zijn er partijen die zeggen, ja, dan moet je je hard maken als provincie naar Brussel en naar het Rijk toe om maatregelen te gaan nemen tegen die wolf. Dus het is maar net aan welke partij het vraagt of daar ruimte voor is. Hè? Ja. Hè? Ja, maar jij zegt dat maar tegen de veehouder. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Maar misschien een beetje een naïeve vraag van mij dan. Want jij zegt dat inderdaad net. Als provincie kun je toch niet heel veel. Je kan toch niet als provincie zeggen, wij willen de wolf niet. Nou ja, je kan hoogstens boeren misschien helpen. Maar... Nou, dat doen ze sowieso. Kijk, de provincie gaat daar in principe over. Over de wolf en wat daarmee te doen. Okay. En, maar niet of je hem af mag schieten of niet. Maar wel op welke manier je inderdaad kan proberen ze weg te houden bij het vee. Nee. Wat voor vergoedingen geef je bijvoorbeeld aan mensen die inderdaad een hekwerk om hun vee neer moeten speciaal voor de wolf. Daar is subsidie voor. Daar is subsidie voor die je aan kan vragen, inderdaad. Dus in die zin is de provincie heel erg nauw betrokken bij het vraagstuk de wolf. Ja, iets wat natuurlijk buiten de Randstad vooral speelt, is openbaar vervoer dat verdwijnt. Zeker, ja, dat ook weer in Drenthe en ook in Groningen. En daar zie je dat heel veel openbaar vervoer verdwijnt. En de provincie gaat daar ook over. En die kijken ook welke buslijnen, welke bussen rijden er, hoeveel geld stop je ook in openbaar vervoer. Mm-hmm. En daar verschillen partijen nu natuurlijk ook van in mening. Laat je bijvoorbeeld gewoon lege bussen rijden, maar heb je zo wel een dicht netwerk van openbaar vervoer? Of ga je zorgen dat er voor minima of voor 65-plussers gratis openbaar vervoer is? Dat zou een goeie zijn. Ik voel me helemaal niet beledigd. Ja, dat niet. Soort, constant hebben ze het op ons. Ja. Haal het eerst maar. Je zegt ook precies tegen twee mensen die dat niet kunnen betalen, inderdaad. Nee, precies inderdaad. Ja, die hebben het heel hard nodig. Ja, maar het is wel voor die dorpen is dat echt tuurlijk, wel, ja, zeker. Verschrikkelijk. Hè? Er wordt de ene na de andere lijndienst wordt geschrapt. Ja. En je zal daar maar wonen als ouderen of als jonge moeder. En je wil ergens naartoe. En het kan gewoon niet. Er is gewoon geen verbinding. En er zijn dan bijvoorbeeld partijen die zeggen, nou, dat moeten we dan maar zo laten. Maar we kijken bijvoorbeeld naar andere soorten vervoer. Dat je toch zorgt, maar niet door middel van bussen, maar door andere vervoersmiddelen. Mm-hmm. Ja. Dus dat verschilt ook weer per partij. Ja, Jack lost al alles op. Ja, dat is zo lekker met jou. Limburg, daar gaat het natuurlijk vooral over van hoe zorgen we ervoor dat de provincie niet meer overstroomt. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het waterschap, waar we natuurlijk ook voor naar de stembus gaan 15 maart. En daar zie je, hier is iedereen bij betrokken. Het Rijk, de provincie, het waterschap, de gemeente zelf. Die zijn allemaal aan het kijken, hoe kunnen we nou zo'n hoge waterstand weer voorkomen en hoe kunnen we verschillende gemeenten gaan inrichten. Daar moeten de Belgen ook een beetje mee helpen volgens mij. Daar kan het vandaan, toch? Ja, het is bijna grensoverschrijdend inderdaad. En dan in de fysieke grens bedoel ik, grensoverschrijdend inderdaad dit probleem. Dus, maar de provincie speelt wederom hier een belangrijke rol in overleggen met al deze verschillende. Je stipte net Groningen al eventjes aan. Ja. Hè? Er is natuurlijk dat rapport uitgekomen over de gaswin.
ligt op bureau van Rutte. Heeft hij inmiddels al gereageerd? Of nee. Die gaan nog heel lang wachten. Nou ja, de 2000 pagina's. En het moet allemaal voordat ze met de kabinetsreactie komen. Je hoort inderdaad geluid aan de ene kant. Maar op zo'n rapport komt nooit zo snel een antwoord. Want het is nou eenmaal heel veel. Mm-hmm. En daar moet een gedegen, afgewogen reactie op komen. Aan de andere kant zeggen mensen, en ook Groningers... Ja, hey, hallo, je hebt nu meer dan een week de tijd gehad om dat rapport te lezen... Mm-hmm. Een eerste inhoudelijke reactie over op zijn minst dan je eigen rol... zouden we nu wel waarderen. Hè? Zijn argument was op die vrijdag, ik moet het echt nog even lezen. Maar na een week reces moet dat nu wel gebeuren. Maar in praktijk leest hij dat toch nooit? Dat zijn toch mensen die het forum lezen en uiteindelijk een soort uittreksel maken... van dat zijn de belangrijke punten. Nou, maar er is hij kan dat weten. Dan moeten die mensen het nog steeds lezen. Die mensen wel, maar hij niet. Nou, maar van het rapport is natuurlijk al een samenvatting... en die staat 125 pagina's. Ik denk 16 maart dat hij met een... Ik adviseer hem om het te lezen. Tijd misschien. Ik adviseer het om hem te lezen voordat hij naar VI gaat. En jij